Goedemorgen, het is vandaag maandag. We hebben ons snel klaargemaakt, want ons scooter wordt zo geleverd, Nessie. 4 minuten gaan wij dus een scooter huren. We gaan hier in de buurt een beetje op de scooter rijden. Want Nessie wilde nog heel graag doen hier op vakantie. En ik ga lekker achterop. Dit is mijn outfit van vandaag. Ik heb een jurkje van de Zara. Ik heb een jurkje van de Zara aan. Dat is van de sale. Gewoon een handige outfit voor op de scooter. Maar Nessie was het daar niet mee eens. Oh, ja, ga maar eens. Oeh. Oeh. Verbranden. Wanneer worden wij nou opgehaald? Dan wordt hij niet opgehaald meer. Wat dan? Zo komen we gewoon een scooter leveren. Oh, we gaan straks lekker scooter rijden. Ik vind het eigenlijk best wel eng hoor. Ik vind het eigenlijk best wel eng. Waarom? Ja, ik weet niet. Ik weet niet of je hier kan rijden. Dat is even normaal. Ik weet niet of je hier kan rijden. Maar zo kan ik niet rijden. Ja, ze rijden wel links hè. Ja. Oh, ja. En het is fucking druk op de weg. Godgeluk. Oké, let's go. Ik ben klaar. Later ben ik echt veel sneller klaar dan Essie. Ja, ik moet nog meer dingen regelen. Wat dan? Oké, dit is onze scooter van vandaag. Ik ga stuk. Yay! Is het normaal? Nou, we zien er fantastisch uit. Oh, wait, wait, it's okay. I put it in my bag. Het is wel zwaar, man, zo'n helm. Yes. Thank you very much. Nou, dat wordt nog wat. Rustig, hè? Ja. Ah, dat is wel leuk. Nou, volgens mij is het de ingang. Moet even kijken. Ah, zo. Snap je het? Goed, waar gaan we naartoe? Rechts of links? Links. Ja? Dat is echt leuk. Je moet wel hier rijden, inderdaad. Ja, hier rijden ze dus. Links, hè, rijden ze hier, Nes? Ja. Links. Een beetje raar voor ons. Spannend hoor! Adventure! Op een terrasje en is op het dakterras van de mall en kijk uitzicht, echt super mooi. Dit is de Kuta Beach. Ik heb een lekkere cola besteld en Nessie moet snel zijn drone aan het instellen, want hij gaat hier mooie shots maken. Een beetje geluk met die wind. Ik hoop het ook. Ah, valt wel mee hoor, die wind. Kijk eens wat ik eindelijk heb gevonden. Sephora hier in Bali. Woe! Oké, ik ben geslaagd bij de Sephora. Ik laat jullie in het hotel wel zien wat ik heb gehad. Wij zijn nu aan het strand. En ik heb voor het eerst Bami besteld. Mie goreng. Ziet er wel echt lekker uit. Ik ben benieuwd. Oh, jouw burger komt eraan, Nes. Thank you very much. Ziet er lekker uit. No, thank you. Okay, guys, wij zijn nu in het hotel en ik ga jullie even laten zien wat ik van Sephora heb gekocht. Ik heb van de Sephora de Ardell lesjes gekocht, die wispies. Ik hoor hier heel vaak goede dingen over. Ik moet je wel eerlijk zeggen, ze zien er niet heel spectaculair uit en best wel plastic, zeg maar, vergeleken met bijvoorbeeld Queen Tarzi. Maar ik wil ze wel heel graag uitproberen. Dus ik heb ze hier gekocht. Ik wou ze eigenlijk bij de Kruidvat halen in Nederland. Want daar verkopen ze ze ook. Maar die waren overal uitverkocht. Verder heb ik deze setting spray weer gekocht van Urban Decay. Ik vond deze vorige keer echt heel goed. En toen die op was heb ik hem niet meer gekocht. En nu heb ik gewoon weer hetzelfde gekocht. Dus ik hoop dat die weer goed werkt hier. Want ik heb best wel een vettige huid. En dan zie je nu echt heel goed. En voor de rest heb ik ook voor mijn wenkbrauwen een wenkbrauwpotlood gekocht van Benefit. Ik heb deze nog nooit uitgeprobeerd. En ik gebruik eigenlijk altijd die van Anastasia. Maar deze lijkt erop. Dus ik ben echt benieuwd of deze ook net zo goed is. Dat heeft me allemaal ongeveer €70 gekost. We got the future burning the past, good and the bad, maybe.
Guys, we hebben net iets verschrikkelijks opgenomen. We hebben al deze snoep en chips geproefd. En ik ben echt dood en doodmisselijk. Oké, ik heb net outfitfoto's gemaakt hierachter. Deze outfit. Kijk hoe leuk. Maar ja, deze outfit gaat nu weer uit, want wij gaan op de scooter. En het is niet zo handig om dit aan te doen, dus ik ga weer iets makkelijks aan doen. Oké, ik heb me snel omgekleed. Ik heb een topje aangedaan met zo'n kort broekje. En wij gaan lekker samen op de scooter. Wat doe jij? Ik flikkerde. Oké, wij gaan weer op onze mooie scootertje. Vergeet dat ik hier niet rijd naar rechts nog. Wat dan? Ja, we rijden links nog. Schattig, de jongetje komt af op de drone. Hij denkt dat het speelgoed is. Oh. Zijn we klaar? Ja. We hebben een eindje gereden met de scooter, was echt super leuk. We zijn even naar het strandje geweest, even een ommetje gemaakt. Was echt super leuk, alleen ik kreeg echt zo erg last van mijn extensions. Het begon echt overal te jeuken, ik haat het zo erg. Dus ik ben even hier gestopt en wij zijn hier even gestopt bij een tentje. Ik heb even mijn extensions uitgedaan in de wc en in mijn tas gedaan. En nu gaan wij lekker hier op een terrasje drinken. En ik heb ook nog een Caesar salad besteld. Daar heb ik al de hele vakantie zin in. Soms heb ik dat gewoon. Ik heb hier wel een mooi kleurtje gekregen. Maar ik begin hier ook al helemaal te vervellen. Het doet echt pijn. Wat mijn voeten betreft. Ik heb elke dag zo'n voetreflex. Hoe heet het? Voetreflex. Wat heb je gehad? Een voetreflex. Wat is dat dan? Ik heb elke dag een voetmassage gehad en het heeft echt enorm geholpen. Mijn voeten zijn wel iets minder opgezwollen, maar nog steeds heel erg opgezwollen. Alleen die voetmassages doen me echt super goed. Ik heb één dag heb ik geen voetmassage gedaan, maar aromatherapie is voor mijn hele lichaam. En dan hadden ze maar een klein beetje mijn voet gemasseerd. En toen voelde ik volgende dag gelijk van, oh, ik moet weer een voetmassage hebben. Dus ik ga zo weer samen met Nessie een massage nemen. Deze doekjes vind ik al zo fijn. En eigenlijk wil ik heel stiekem mijn voeten ook niet meedoen. Kan natuurlijk niet. Ik word ook echt aangekeken. Nassim, heb je een sidechick of zo? Ja, je broer. Hij is de hele tijd aan het appen over zijn haartransplantatie, want hij krijgt nu opeens allemaal vragen van mensen. Iedereen vraagt me, allemaal bekende mensen zeggen van, hey bro, hoe werkt dat precies, bla bla bla. Ja, weet je wat het is? Ik was de eerste papa. Nee. Ze weten nee, het. Weet je wat het is? Omdat nu zie je zeg maar echt de resultaten, dus mensen denken van, oh, het is best wel goed gelukt. Ja, precies. En daarvoor had je echt, ja, het was nog niet goed gelukt, weet je wel. Dus hij denkt van, oh, wat de fuck heeft hij gedaan? True. Look at me now, curly everywhere. Binnenkort hair tutorial op mijn kanaal. Een rot op. Guys, wij zijn weer bij een spa en wij krijgen zo'n aroma-massage. Aromatherapie-massage. Hoeveel is de massage te doen van deze week? Nummer 8 of zo. Ik weet niet. Oeh, ik ben er wel weer aan toe. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Wij gaan zo naar de beach club. Het is onze laatste, nee, het is eigenlijk niet onze laatste dag, morgen is onze laatste dag. We kunnen niks meer doen, want we vertrekken best wel vroeg. Dus we gaan vandaag eigenlijk alleen maar chillen. We gaan zo naar de beachclub, alweer. Nessie vindt het echt leuk daar. En daarna nemen we waarschijnlijk weer een massage. Daarna gaan we naar de mall om de laatste dingen hier te halen. En we willen ook nog een paar cadeautjes voor vrienden halen. En ja, that's it. Ik denk dat ik vandaag ook even een bad ga nemen. Even een masker ga gebruiken. En ja, dan sluiten we het hier af. Ik vind het echt jammer. Maar het was echt een super vakantie. Ik vond dit denk ik echt de leukste vakantie tot nu toe. En we gaan waarschijnlijk vaker terugkomen naar Bali. Dat is echt leuk.
dat was het. Wij zijn nu aan het wachten op een taxi. En dan vertrekken we naar de beachclub. We hebben even gekeken naar andere beachclubs, maar we vonden de Potato Head Beachclub toch het leukste eruit zien. Dus we gaan daar gewoon weer naartoe. Nou, we zitten hier weer, jongens. En we hebben net een bestelling gedaan. We hebben tomaten bruschetta, mais besteld en frietjes. Sorry, onze hele vakantie bestaat op eten en drinken. Het is een beetje afgekoeld. De zon is een beetje weg. Dus ik dacht, ik ga lekker een cappuccino bestellen.